Mijn naam is Jerre Lubberts en ik ben adviseur bij World of Minds. Naast mij zit Tia Jaff en die maakt van dit verhaal live een mindmap. Die kunnen jullie daarna downloaden en nog eens goed bekijken. We willen het hebben over dashboarding. Wij geloven dat de denk- en doekracht van mensen vergroot moet worden. Het verstaat niet meer om alleen maar bezig te zijn met het verlagen van kosten en het verhogen van de productiviteit. We moeten sneller inspelen op veranderingen om ons heen, maar ook die veranderingen sneller doorvoeren in de organisaties en teams waarin we werken. Daar hebben we eigenlijk een nieuw type medewerker voor nodig, een nieuw type manager. Je zou het een hypershifter kunnen noemen. Iemand die sneller schakelt, iemand die snel analyseert, die beter samenwerkt, die beter leert. Dat type medewerker heeft ook behoefte aan andere manieren van werken, andere tools. En daar gaan we het over hebben. We helpen daar namelijk mee met trainingen. Trainingen gericht om gedrag te veranderen. We helpen daarmee met het versnellen van veranderprocessen door het inzetten van whole brain thinking technieken, zoals onder andere live mindmappen. We helpen daarbij met het doen van kennisinventarisaties en het opzetten van kennismanagement systemen. En daarnaast zijn we ook bezig met het bouwen van dashboards. Dashboarding is een nieuw fenomeen. Dat kan zowel op persoonlijk niveau, teamniveau, als ook voor een hele organisatie. Of zoals we zo meteen zullen zien, voor een heel land. En ik zal beginnen met het persoonlijke dashboard. Hier heb je een voorbeeld van een persoonlijk dashboard, waarbij je eigenlijk één plek hebt waarvanuit je je werk en misschien zelfs je leven organiseert. In dit voorbeeld zie je dat je begint met te besluiten wat ga je doen in de komende jaren, wat zijn vanuit de verschillende rollen die je hebt, je doelen. Vervolgens ga je nadenken over wat ga ik dan op de korte termijn realiseren. Daar maak je breakdowns van. Dat kan je heel goed doen met behulp van mindmapping. Als derde ga je dan aan het werk, ga je projecten doen. Je bent bezig in processen. Je kunt ook taken gaan managen. Dat kan tegenwoordig heel goed in de cloud. Zo'n personal dashboard kan je dus ook prima in de cloud doen. En als vierde stap, denk je na, wat heb ik geleerd, wat zijn mijn bronnen, je legt je ideeën vast. Hetzelfde kan je doen met teams waarin je werkt. Dan maak je een zogenaamd team dashboard. Een heel speciale vorm van een team dashboard is natuurlijk een dashboard voor een hele organisatie. Als we nu eens bijvoorbeeld kijken naar het volgende dashboard. Dat is het dashboard van voormalig minister-president Balkenende. Dat ziet eruit als een aantal tegeltjes waar je op kan klikken. En je ziet hier bijvoorbeeld 74 tegeltjes voor beleidsdoelen. Daaronder zie je 7 sleutelprojecten. En je kan op elk van die tegeltjes kan je klikken. Hier hebben we bijvoorbeeld het tegeltje actieve internationale en Europese rol. En je ziet dan wat de voortgang is. Je kan terug naar dat dashboard. En zo kan je op een ministerie klikken, op een speciaal gezichtspunt, bijvoorbeeld duurzaamheid, et cetera. Zo'n dashboard wordt ook gegenereerd vanuit zo'n mindmap. En op die manier kan je heel snel informatie structureren, bij elkaar brengen en elke keer in 2 seconden een nieuw dashboard genereren. Je hebt dus als het ware 1 plek van waaruit je je werk kan gaan organiseren, je projecten en je programma's. Vind je dit interessant, dan kun je daar meer over lezen in een artikel wat ik heb geschreven op World of Minds. Wil je het zelf proberen, dan kun je een start maken door onze webinars te volgen. En we hebben daar uiteraard ook een training voor. Kijk dan even op Academy of Minds of World of Minds. En misschien zie ik je dan binnenkort in een van onze trainingen. Dankjewel voor de aandacht.